Hebben jullie deze gezien? SP'ers. Het kapitalisme is in shock. Ja, ja. Het groot kapitaal schudt op zijn grondvesten. VNO-NCW, je weet wel, de grote werkgeversorganisatie, die zeggen hier in de krant gisteren. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Vinden ze de plannen dat het minimumloon een beetje omhoog gaat? En dat de aandeelhouders en de banken daarvoor gaan betalen. Levensgevaarlijk, SP'ers. Het is, ja. De vorige campagne zeiden we, het moet anders en het kan anders. En SP'ers, deze keer wordt het anders. Want beste aandeelhouders, dit is nog maar het begin. Zou ik willen voorstellen. Er komen nog heel veel van die schokkende slecht nieuwskoppen. Wat denken jullie van huisjesmelkers hysterisch, omdat ze geen winst meer mogen maken op onze woningen? Wat denken jullie van aandeelhouder gefrustreerd omdat werknemers meedelen met de winst? Paniek bij private equity. Commerciële energiebedrijven zien winst verdampen. Nationaal energiebedrijf profiteert. SP'ers, ik heb er wel zin in. Maar ja, die zorgen van het grootkapitaal, ze zijn natuurlijk ook wel een beetje terecht. Ze zijn niet voor niks. Want SP'ers, wij komen eraan en we gaan het geld halen daar waar het zit. Ja, en dat is dus niet bij werkende mensen. Dat is dus niet bij werkzoekenden. Dat is dus niet bij gepensioneerden. Dat is niet door te bezuinigen op basisvoorzieningen voor mensen. En niet bij hardwerkende MKB'ers. Maar SP'ers, dat is wel bij het groeiende aantal miljonairs. Dat is wel bij de grote vermogens. Dat is wel bij de niet werkende aandeelhouders die bakken met geld pakken, waar ze vervolgens anderen voor laten werken. En dat is wel bij de grote bedrijven die de afgelopen jaren woekerwinsten maken. Dus mevrouw Thijssen van VNO-NCW, maak uw borst maar nat. SP'ers, de zorg. Ze hebben het er liever niet over in Den Haag, is zo mijn indruk. En als ze het er dan over hebben, dan weten ze heel vaak niet waar ze het over hebben. Misschien hebben jullie deze week iets meegekregen van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. En ik had daar een debat met de VVD. En de VVD, die zei tegen mij, ja, maar mevrouw Marijnissen, er zijn helemaal niet genoeg mensen om te werken in de zorg. Die zijn er niet. En ik dacht, ja, het is toch eigenlijk ongelooflijk. We hadden een meldpunt deze zomer als SP. We hadden de zorgtelefoon, de troontelefoon die we elk jaar hebben naar de troonrede, hadden we dit jaar omgeroepen tot zorgtelefoon. Kamerleden van de SP hadden een zorgverlener meegenomen naar de troonrede. En allemaal zeggen zij hetzelfde. Allemaal zeggen zij, wij doen dit werk met ons hart. Dit is het mooiste werk dat er is. Ik houd van mijn werk, maar ik weet niet onder deze omstandigheden hoe lang ik het nog volhoud. Of ik het nog volhoud. De hoge werkdruk, het gebrek aan waardering, de toenemende gekmakende bureaucratie en papierwerk. Dus ja, tegen die VVD zou ik willen zeggen, dit komt niet uit de lucht vallen, VVD. We kunnen ook zonder zorgverzekeraars. Het is de marktbureaucratie van de liberalen die zorgverleners helemaal gek maakt. Het is de wantrouwende concurrentie, dat wantrouwende concurrentiedenken, dat wordt uitgestort over deze mensen die elke dag met hart en ziel voor onze naasten en onze familieleden zorgen. En het werken in de zorg is geweldig. En er zijn gelukkig genoeg mensen die dit willen doen, maar de VVD jaagt mensen de zorg uit.
En dat actievoeren, SP'ers, dat dat zin heeft, dat weten we natuurlijk al lang. En ze zullen het nooit toegeven, want er werd nu gezegd opeens, ja, de doorontwikkeling van het kwaliteitskader in de verpleeghuizen, dat was nog niet helemaal afgerond. Ja, dat betekende dus dat die asociale bezuinigingen op voldoende personeel in de verpleeghuizen, dat die van de baan is, SP'ers. En dat is wel heel goed nieuws voor al die mensen die werken in de zorg. En ook een compliment aan jullie allemaal, die daar ook afgelopen maanden keihard voor hebben gestreden. Maar het trieste is wel dat een deel van die bezuinigingen, een belangrijk deel van die bezuinigingen, is nu voor komend jaar van de baan. Maar dat zegt dus ook dat het andere deel, dat is dus heel triest, dat dat nog staat. En deze week had de Tweede Kamer de kans gehad om het demissionaire kabinet nog verder bij te sturen. Om dat deel van die bezuinigingen ook van tafel te halen. Maar helaas, CDA, D66... ChristenUnie, VVD, Volt en Omtzigt stemden tegen ons voorstel om ook die andere helft van de bezuinigingen van tafel te halen. En dit wordt, SP'ers, wat mij betreft, een keiharde inzet voor de verkiezingen. En ik ben benieuwd welke partijen zich bij ons gaan aansluiten. Geen bezuinigingen op de zorg, maar investeringen. We zagen eerder vandaag al even hoe SP'ers, onder andere in Heerlen, vandaag massaal, heb ik net begrepen, opkomst van duizenden mensen, wat ik zo gauw heb gezien, in actie zijn voor behoud van hun ziekenhuis. En dat zijn we ook samen met patiënten, samen met bewoners in bijvoorbeeld Zutphen, in bijvoorbeeld Zoetermeer, in bijvoorbeeld Sneek, in bijvoorbeeld Heerenveen. Want een ziekenhuis is toch een basisvoorziening, SP'ers, die dicht bij huis hoort te zijn. En we moeten dan ook de macht over onze zorg terugpakken. Zodat niet de zorgverzekeraars, maar de zorgverleners het voor het zeggen krijgen. Niet de bestuurders, maar de bewoners. SP'ers, ik zeg op naar een nationaal zorgfonds. Deze week werd een belangrijk voorstel van ons samen met de ChristenUnie aangenomen. Private equity, afschuwelijke term. Het is natuurlijk gewoon commerciële bedrijven die er alleen maar op uit zijn om winst te maken in onze zorg. Private equity heeft niks, maar dan ook echt helemaal niks te zoeken in de huisartsenzorg. En SP'ers, laten wij vandaag afspreken. Dit is pas de eerste stap. Wij gaan door, want wij trappen die complete private equity uit onze zorg. Je kan geen televisie aanzetten of krant openslaan of je hoort nu wel een politicus over bestaanszekerheid. We hebben het er vandaag ook al even over gehad. En ja, het klinkt uit de monden van sommigen toch een beetje gek. Als ik VVD'er Jessielgus in één keer wil praten over bestaanszekerheid. Ja, sorry, maar dat is toch een beetje alsof je Sjaak Zwart hand in hand kameraden hoort zingen. Sorry jongens, ja, morgen is de klassieker. Ik kon het niet laten. Sorry. Maar echt, hebben jullie dat dan niet? Als je al die andere partijen nu hoort over bestaanszekerheid, dat je echt denkt, ja hallo, maar waar waren jullie dan afgelopen jaren? Waar waren jullie dan? Waar waren jullie, al die andere partijen, de afgelopen jaren toen wij al pleitten voor een forse verhoging van het minimumloon, zodat werkende mensen kon rond kunnen komen? Waar waren al die partijen toen wij afgelopen jaren voorstelden om de huren te maximeren? Waar waren al die partijen toen wij afgelopen jaren volop streden tegen het verdwijnen van voorzieningen, buslijnen en buurthuizen uit de buurt? SP'ers, het is aan ons om ervoor te zorgen dat die belofte van bestaanszekerheid niet dezelfde valse belofte is, gaat worden zoals de nieuwe bestuurscultuur. Uiteindelijk sprak iedereen erover, maar is er niet echt wezenlijk iets veranderd. En wij gaan ervoor zorgen, SP'ers, dat dat met bestaanszekerheid anders gaat. Want bestaanszekerheid is geen natuurverschijnsel. Bestaansonzekerheid is natuurlijk gewoon gecreëerd door fouten
politieke keuzes. Want bestaanszekerheid, SPS, is de brand die de politiek... Gezondheid. Is de brand die de politiek de afgelopen jaren zelf heeft aangestoken. En terwijl wij regelmatig hebben geprobeerd om de boel te sussen, renden zij hard weg en gooiden ze buiten nog even wat olie op het vuur. En nu opeens komen ze terug en roepen ze allemaal moord en brand om hun eigen brand te blussen. In dit land maakten afgelopen jaar de grote bedrijven 327 miljard euro winst. En tegelijkertijd leven meer dan 800.000 mensen in armoede. 800.000. In dit land lopen aandeelhouders binnen, terwijl hardwerkende mensen in Nederland volop massaal toeslagen nodig hebben. In dit land bezit de rijkste 10%, bijna 2/3 van ons totale vermogen. En dan durft Mark Rutte met droge ogen te beweren dat wij niet in een neoliberaal land wonen. En nu opeens is armoede een veelkoppig monster. Hoor je dat ook, al die politici de hele tijd zeggen? Het is zo'n gemakkelijke manier om je te verschuilen. En het is zo'n slap excuus om niks te doen. Want SP'ers, wij weten als geen ander, armoede is geen veelkoppig monster. Armoede is gewoon een politieke keus. Je kunt kiezen voor ruim baan voor beleggers op een woningmarkt, maar wij kiezen voor trotse volkshuisvesting en huurders die het voor het zeggen hebben. Je kunt kiezen voor marktwerking in de zorg, in het openbaar vervoer en de energie. Maar wij kiezen voor een nationaal zorgfonds en het nationaliseren van onze energie en openbaar vervoer. Je kunt kiezen voor miljarden naar een klimaatfonds en naar een groeifonds waar grote bedrijven dan lekker in kunnen graaien. Wij kiezen ervoor om bedrijven schoner te laten produceren door ze hun dikke winsten daarvoor in te laten zetten. En je kunt kiezen voor een beter milieu, begin bij jezelf maatregelen, maar wij kiezen voor klimaatrechtvaardigheid waarbij een beter milieu begint bij Shell. En je kunt kiezen voor het sluiten van ziekenhuizen, maar wij kiezen voor zorg dichtbij. Want, SP'ers, onze woningen, onze zorg en ons klimaat zijn veel te belangrijk om aan de markt over te laten. En SP'ers, dat is wat mij betreft ook gelijk het antwoord op al die mensen die vragen, ja, waar staat de SP nou? Zijn jullie nou links of rechts of progressief of conservatief of oppositie of regeren? SP'ers, dat antwoord is duidelijk. De SP staat altijd aan de kant van de werkende klasse. Want bestaanszekerheid is natuurlijk veel meer dan het uitbannen van armoede. En daarom doe ik vandaag een oproep. Een oproep aan al die partijen die nu de mond vol hebben van bestaanszekerheid. Want het is heel goed. Al die uitgestoken handen, fusies, nieuwe partijen. Maar het komt aan op daden. Dus aan Timmermans, aan Omtzigt, aan Van der Plas en al die anderen doe ik de oproep vandaag. Steun ons manifest. 1-2. Kies
voor het minimumloon nu naar 16 euro. En kies voor een maximumhuurprijs op alle huurwoningen. Kies voor een nationaal zorgfonds en een zorg zonder markt. Kies voor het nationaliseren van onze energie en een lagere energierekening. En kies voor betaalbare boodschappen en verlaag de btw op levensmiddelen. Niet nu om een leuke campagne mee te gaan voeren tot aan 22 november. Nee, maar als een belofte aan Nederland voor nu en vooral voor na 22 november. APPLAUS. Weten jullie wie er in ieder geval wel genoeg bestaanszekerheid hebben? Politici. Met hun riante salaris en wachtgeld. 124.000 euro bruto per jaar. En zij krijgen wel een mooi pensioen. Terwijl voor Nederlanders pensioenen onzeker worden. Maar als je zo'n 10.000 euro per maand verdient, dan heb je natuurlijk geen flauw idee hoe het is om zorgen te hebben om je rekeningen te kunnen betalen. En daarom ben ik zo trots dat wij anders zijn, SP'ers. Ze proberen ons wel te dwarsbomen en zelfs belachelijk te maken, dat zie ik ook wel. Maar wij weten wel beter. En wat denk je? Op het moment dat je er als politici in faalt om de armoede onder kinderen wezenlijk aan te pakken en je hebt zelf zo'n groot salaris, dan zou je toch denken dat je daar misschien wel wat aan wil doen. Daarom stelden wij deze week voor. Tweede Kamerleden leveren dit jaar, 1 jaar, 30% van hun riante salaris, 24.000 euro bruto per maand, leveren ze in. Dat levert ruim 5 miljoen op, SP'ers. En van die 5 miljoen zouden wij die 200.000 kinderen die nu in armoede leven, omdat dit kabinet faalt om de armoede onder kinderen aan te pakken, zouden we een mooi cadeau kunnen geven tijdens de feestdagen. Maar wat denkt u? De partijen PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt, D66, Omzicht, ChristenUnie, VVD, CDA, Ja 21 en SGP, ze stemden allemaal tegen. En dan is er ook nog die belachelijke riante wachtgeldregeling. Nou, zijn de salarissen van politie in Nederland hoog? Gelukkig niet zo hoog als in Brussel. Ik geloof dat er nu een hele, een misschien wel de duurst betaalde flyer ooit rondloopt. Maar in Nederland zijn ook hele dikke wachtgeldregelingen voor die hoge salarissen. Dat is toch totaal wereldvreemd? Vind je het gek dat politici zich dan van gewone mensen vervreemden? En daarom stel ik vandaag voor, verlaag de salarissen van politici en trek de wachtgeldregeling voor politici gelijk met de WW voor gewone mensen. Wat ons ook anders maakt, SP'ers, dan al die anderen, is dat wij altijd samen met mensen de strijd voeren. Samen met leden van de vakbeweging voor het minimumloon naar 16 euro. Samen met de getroffen Groningers door de gaswinning en de ouders in het toeslagenschandaal voor rechtvaardigheid. Samen met de huurders uit de Broerstraat in Bergen bij Os, de Tarwebuurt in Rotterdam, de bewoners van het Citadelhofje in Den Bosch tegen de sloop. Samen met oudere organisaties voor een goed pensioen. Samen met buurtbewoners en werknemers tegen de misdadige praktijken van Chemoer en Tata Steel en voor een schone omgeving. Want samen bouwen we Nederland weer op. Maar daar heb ik jullie allemaal stuk voor stuk keihard bij nodig. Want die verandering komt niet vanzelf. SP'ers. Die komt straat voor straat, wijk voor wijk, deur voor deur. Er is een wereld te winnen. En samen gaan wij voor die verandering zorgen. Want samen zijn wij 1 tegen 2-deling. APPLAUS.
Tot slot, SP'ers, wil ik natuurlijk afsluiten met... blijf niet mokkend aan de kant staan, stel een daad en... laat je woede hand in hand gaan met het goede. Dank jullie wel. Dank jullie wel. En lieve mensen, jullie hebben net 50 fantastische, briljante SP-kandidaten gekozen. Die mega gaan knallen deze campagne. Maar ik zou graag een bijzonder warm welkom en applaus willen voor de top 15. En ze uitnodigen om hier erbij te komen. Is me.